Alhoewel de belangrijkste activiteiten dit jaar in Atjoni zijn, is er ook besloten om de dag niet ongemerkt voorbij te laten gaan in Paramaribo. In de Saramaka-straat begon een kleurrijke prodewakka die eindigde in de Palmentuin. Dit verslag krijgt... Dames, zowel heren in mooie kleurrijke pangis en camisas namen deel aan deze prodewakka om 260 jaar Saramaka-daka te vieren. Voor dit jubileumjaar heeft de overheid een eenmalige nationale vrijdag toegekend, waardoor de stichting Saramaka-daka besloot deze mijlpaal dan ook groots te vieren. Leo Banafo, lid van de commissie herdenking 260 jaar Saramaka-daka, zegt dat het duidelijk moet zijn dat de Saramakaners op een ander moment dan overige Maron-groepen een vredesverdrag hebben getekend met de koloniale overheid. Het idee na 260 jaar. Dus dat Abu, want hoe mensen nog bezig dat die Saramakaners vrienden aan het raad zijn. Maar nu ligt het idee dat soort idee dat mensen mij kunnen zeggen, oh, dus die boeskoren is maar nog vrij in een schreef idee. Dus dat is een belangrijk idee. Ja. Ja. Nou, maar jubileumjaar, 260 jaar, die vijf vier is schreef. Wel, voor mij taak, voor mij schreef, na kan je meer Franse, dat ik moet op de dag kon je speciaal gas aan. Dus ik vind het wel boos aan. Als je rekening kan horen, dat alle dagen, of alle jaren dan, Yvonne Vrede, voorzitter van de stichting Asomitoto, wil dat de Saramaka-cultuur hoog wordt gehouden, zoals de voorouders dat hebben gedaan. De Saramaka-cultuur is mooi en dat moet zo blijven. Daarnaast roept Vrede elke Saramaka op om zich verder te ontwikkelen, zodat de stam verder kan groeien. Want if you look, dan yeshikaba. Hoe krossi, hoe weri, hoe doe en later. Mino wani mek u chenchi, go na trafasi, ma u hori na lespeki. A respeki sa u bigi suma ji, libi ji una baka. A respeki dat mus go doro. En sami wani, dat fu de jongere, mek u de, mek u studer go doro. Mek u go teki na ontwikkeling, a bon ontwikkeling sa deklari ji unu fu go teki. Behalve de prodewakka in de Palmentuin hebben bezoekers ook kunnen genieten van diverse culturele optredens zoals vuurdans en obiadansi en hebben verschillende Saramaka dansgroepen opgetreden. Ook zijn er optredens van andere culturele groepen in het programma opgenomen. Tot zover onze verslaglegging van de viering van Saramaka-daka vandaag. Dit verslag kreeg je van Richelle Maknak. In onze nieuwsuitzending van morgen komen wij terug op de viering in Atjoni Sipaliwini.